Daar zijn we weer. We waren gebleven bij het stukje dat Anna moest helpen met het schoonmaken van de bonen. Ah, dan kan ik fijn nog even schrijven, zei Anna. Ze pakte haar papieren en greep naar haar vulpen. Die lag er niet. Op de grond gevallen? Ze hurkte en probeerde in het donker tussen de tafelpoten haar pen te vinden. Wat zoek je? Vroeg Margot. Mijn vulpen. Je hebt hem toch niet per ongeluk in het vuur gegooid? Nee, natuurlijk niet. Moeder hielp zoeken. Vader ook. En Peter en meneer Pfeffer, eigenlijk iedereen. Maar Anne's vulpen was weg en bleef weg. Toen ze de volgende dag nogmaals naar de as van de kachel keek, zag ze een glinstering. Het bleek van het gouden klipje van haar vulpen te zijn. Dus toch. Weg was die heel speciale vulpen die ze van oma Hollander gekregen had toen ze 9 was. De vulpen die ze altijd meegenomen had naar het Joods Lyceum en daarvoor nog naar de lagere school. Waar ze iedere dag mee geschreven had sinds ze in het achterhuis waren. Weg. Dat was even slikken. Maar er gebeurden ergere dingen. Er waren veel spanningen in het achterhuis. En buiten de muren van de onderduikplek waren mensen hun leven niet meer zeker. De verhalen en spanning raakten Anne diep. Ze kon er niet over praten. Het was te verdrietig en te moeilijk. Gelukkig kon ze erover schrijven, omdat Kitty te vertrouwen was. Die zou nooit iets doorvertellen. En als ze schreef, zorgde ze ervoor dat ze niet gestoord kon worden en niemand stiekem mee kon lezen. De andere onderduikers vroegen haar wel eens of ze wilde voorlezen. En soms deed ze dat, maar alleen als ze dat echt wilde. In het achterhuis had ze niet veel te kiezen. Ze moest doen wat haar ouders zeiden. De bezetter had hun alle vrijheid afgenomen, maar over haar schriften en over haar gedachten was niemand de baas. Op een zaterdag in november 1943 haalde Anne diep adem en schreef op wat ze de avond ervoor had meegemaakt. Toen zij haar ogen had dichtgedaan om te gaan slapen, zag ze als in een droom Annelie opeens voor zich. Als ze daaraan dacht, was ze meteen helemaal van slag. Anne pakte haar pen en schreef op: Ik zie steeds weer haar grote ogen, die me niet loslaten. Annelie zag er verschrikkelijk uit. Ze was mager en haar haren waren vies en kapot. Ze keek Anne heel verdrietig aan. Anne had zich afschuwelijk gevoeld toen ze Annelie zo voor zich zag. Ze voelde zich schuldig. Ze had haar in de steek gelaten. Daar lag zij, in het warme bed in het achterhuis, bang, maar ook veilig. Voor nu tenminste, want niemand wist hoe lang de oorlog nog zou duren. Vader was er. En moeder en Margot. Het eten was vaak vies, maar er was eten. Haar kleren werden te klein, maar ze waren wel heel en schoon. Maar Annelie, die lieve Annelie, was nu misschien wel ergens in zo'n afschuwelijk kamp. Hongerig, koud, wie weet helemaal alleen. Zij, Anne, kon niets doen. Helemaal niets. Ze kon alleen maar aan haar denken en voor haar bidden. Net als voor haar andere vrienden en vriendinnen, die misschien al ergens in een kamp ver weg waren. En dus bad Annelie. En dus bad Anne voor Annelie, Jacqueline, Sanne en al die anderen. Veel en vaak. Het nieuwe jaar brak aan. Maar wat betekende dat als je iedere dag, ieder uur gevangen zat en bang was alsnog gevonden te worden. We moeten moed houden, zeiden de onderduikers tegen elkaar. We mogen niet opgeven. Iedere avond hoopten ze op goede berichten als ze stiekem naar de radio zaten te luisteren. Zo ook op een avond in maart 1944. Minister Bolkestein was aan het woord op Radio Oranje. Hij was de minister van Onderwijs en was, net als koningin Wilhelmina, naar Londen gevlucht. Wil het nageslacht ten volle beseffen wat wij als volk in deze jaren hebben doorstaan en te boven zijn gekomen, zei de minister. Dan hebben wij de juiste eenvoudige stukken nodig. Een dagboek,
brieven van een arbeider uit Duitsland, een reeks toespraken van een predikant of priester. Hij heeft het over jouw dagboek, lachte mevrouw van Pels. Ja, Anne, als iemand heel veel schrijft over ons leven hier, dan ben jij het wel, volgde meneer van Pels. Vader gaf haar een vriendelijk knikje op haar knie. Wat als ik van mijn aantekeningen een boek zou kunnen schrijven, dacht Anne later. Een boek over onze belevenissen in het achterhuis. Stel je voor, een echt boek met mijn naam op de omslag. Hoe langer ze erover nadacht, hoe geweldiger ze het idee vond. Maar Anne had ook nog twijfels. Ze zou natuurlijk in al haar schrijfsels opnieuw moeten kijken. Er stonden dingen in het dagboek die eruit moesten. Die waren te privé. De zinnen moesten mooier worden en verstandiger, soms juist grappiger en origineler. Dan zou het best wat kunnen worden. Of toch niet? Zeker, ze wilde schrijfster worden. Liever dan wat dan ook. Maar kon ze het ook? Soms gebeurde er iets dat zo groot was, zo heftig, dat het opgeschreven moest worden. Zoals wat er ruim een week na de radiotoespraak van minister Bolkestein gebeurde. Het was eerste paasdag en er was ingebroken. Dat was al vaker gebeurd en het zorgde altijd voor veel angst. Maar dit keer nog erger dan anders. De inbrekers waren geschrokken toen vader, meneer Van Pels, meneer Pfeffer en Peter naar beneden kwamen en waren gevlucht. Vader en de andere mannen hadden vervolgens geprobeerd het gat dat de inbrekers in een magazijndeur hadden geslagen te maken. Maar een toevallig langslopend echtpaar had geluiden gehoord en met een zaklamp naar binnen geschenen. Alle onderduikers waren zo zachtjes mogelijk naar de bovenste kamer gegaan, de gezamenlijke huiskamer. Het echtpaar had blijkbaar de politie gebeld. Daar gingen ze vanuit tenminste, want ze konden niet zien wat er beneden gebeurde, maar ze hoorden mensen. De angst om gevonden te worden was met geen pen te beschrijven. Toch probeerde Anne het een paar dagen later. Stappen in huis, privékantoor, keuken, dan onze trap. Niemand ademde nu hoorbaar. 8 harten bonkten. Stappen op onze trap. Dan gerammel aan de draaikast. Anne dacht dat dit het einde was. Dat elk moment de deur open kon gaan en nazi's hen zouden oppakken. Maar dat gebeurde niet. Er werd nog eens aan de boekenkast gerammeld en nog eens, maar de deur bleef dicht. Daarna hoorden ze voetstappen. Toen werd het stil. De onderduikers durfden nog steeds niets te doen, niet te bewegen. Alles was donker. Omdat het eerste paasdag was, zou het nog 2 dagen duren voordat er weer personeel zou zijn in het kantoor. En zolang de helpers er niet waren, wisten de onderduikers niet of de kust veilig was. Ik moet naar de wc, zei meneer Van Pels zacht. Dat kan niet, fluisterde vader. Hier, zei Peter zacht en hij gaf vader zijn blikken prullenbak. Die twijfelde niet. Dit was niet het moment om je te schamen. De een na de ander poepte en plaste daarna op die prullenbak. Later lagen ze kriskras door elkaar op de koude, harde grond. Van slapen kwam er niets. We moeten de radio verstoppen, fluisterde mevrouw Van Pels. Als ze de radio vinden, vinden ze ook Anne's dagboeken, fluisterde vader terug. Dan moeten we ze verbranden, antwoordde mevrouw Van Pels zachtjes. Dat dagboek is net zo gevaarlijk. Het zal de nazi's niet bepaald bevallen. Anne's hart sloeg over van schrik. Al haar werk verbranden? Dat konden ze toch niet menen? Maar gelukkig deed niemand iets. Ze waren allemaal verlamd. Anne schreef later hoe het toch nog goed kwam. De politie vertrok. Ze werden niet gevonden. De onderduikers belden meneer Kleinman en die zochten contact met Miep. Zij kwam niet veel later met Jan naar het achterhuis om te vertellen dat de kust veilig was. Ze waren gered. Voor nu.
Toch was de angst sinds die nacht groter dan ooit tevoren. Het was alsof ze er allemaal weer even aan herinnerd waren dat hun leven een nachtmerrie was geworden. Dat ze verstopt en opgesloten zaten en gehaat werden, omdat ze Joden waren. Ik moet blij en dankbaar zijn, fluisterde Anne tegen zichzelf. Ik mag niet opgeven. Ze moest hoop houden, anders was alles verloren. En schrijven hielp daarbij. Ze dacht aan de oproep van minister Bolkestein. Anne aarzelde. Was haar werk goed genoeg om het andere te laten lezen? Op 20 mei 1944 hakte ze de knoop door. Ze ging het doen. Als ze het wilde, moest ze het bovendien nu doen. De inbraak had haar duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar ze allemaal waren. Hoe lang waren ze nog veilig? Anne begon met haar boek. Een titel had ze al bedacht. Het Achterhuis. Ze zou haar oude dagboekteksten herschrijven en daar één nieuw verhaal van maken. Ze dacht aan de papieren die op zolder van het achterhuis aan de waslijn hingen te drogen. Wat een geluk dat haar dagboek gisteren niet bij de andere papieren op tafel lagen toen de vaas met bloemen omviel. Dat haar aantekeningen over Willem van Oranje en Karel de Vijfde nu aan een knijper hingen, dat was nog tot daaraan toe. Dat had zelfs wel iets grappigs. Maar haar dagboeken. Als die drijfnat waren geweest, had ze het schrijven van een boek wel kunnen vergeten. Vooruit dan maar, Anne, mompelde ze tegen zichzelf. Aan de slag. Ze pakte het stapeltje vellen dat ze van Beb had gekregen en begon te schrijven. Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een dagboek te schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit heb geschreven heb, maar het komt me zo voor dat ik later nog ik, nog iemand anders, in de ontboezeming van een 13-jarig schoolmeisje belang zal stellen. Ja, dat was een mooi begin, vond Anne. Hoewel ze natuurlijk hoopte dat het niet waar was en dat de meeste mensen wel geïnteresseerd zouden zijn in haar boek. Dat ze met haar verhalen wel iets kon betekenen voor de mensen. Want als ze deze afschuwelijke oorlog zou overleven, dan was dat toch wat ze wilde. Iets voor mensen betekenen. Geen doorsnee grijze muis worden, maar iemand die de wereld beter en mooier maakte, door een beroemde journaliste te worden. Nou, ik ben alweer benieuwd naar het volgende deel. Ik zie je daar!